We zijn namelijk vandaag in het Verenigd Koninkrijk. We zijn tevens op pad met de gloednieuwe Range Rover. Heel leuk, maar hier gaan nog eventjes een uitgebreidere video van komen. Vandaag meer een vlogtype video, want we gaan namelijk op pad naar Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations, Jaguar Land Rover Classic en naar British Motor Car Museum. En wij nemen jullie mee om te laten zien hoe het daar eraan toe gaat. Jullie treffen ons nu bij Jaguar Land Rover Classic. Wij komen zojuist bij SVO vandaan. Daar hebben wij de mogelijkheid gekregen en heel veel informatie gekregen over hoe gepersonaliseerd je een Range Rover SVO samen kan stellen. We staan nu aan de Land Roverzijde tussen allemaal hele bijzondere Defenders. Eigenlijk van ja, de eerste gemaakte tot alle bijzondere V8'en. Aan de Jaguar-zijde bij Classic hebben we hier
de E-Type Reborn staat. Dus dat is een E-Type met originele en matching nummers, maar eigenlijk geheel van opnieuw opgebouwd. Aan de andere kant een XKRS GT, een van de wereldwijd 25 geproduceerde exemplaren. En hier twee echte klassieker, de XK140, die wij tevens ook in voorraad hebben, en een XK150. We zijn nu aangekomen bij onze laatste stop van vandaag, namelijk het British Motorcar Museum. En daar een prachtig Heritage Trust Fund van Jaguar. We staan hier bijvoorbeeld naast de CX-75 uit de James Bond film Spectre, een Project 7, een Project 8 en daarnaast nog heel veel meer hele speciale conceptwagens die ooit door Jaguar ontworpen zijn. Sommige zijn al uitgebracht en sommige helaas niet, maar daarvan gaan jullie nu de beelden zien.
inmiddels zijn we weer aangekomen in Nederland. We hebben een erg leuke, leerzame en interessante reis achter de rug. We hebben veel gezien, veel van de heritage van Jaguar gezien, van Land Rover. Dus dat was gewoon erg bijzonder om mee te maken. We gaan nu de nieuwe Range Rover aan onze klanten introduceren. Ze kunnen voor het eerst gaan rijden. En in de tijd dat deze video uitkomt, hebben we ook een uitgebreide video over deze specifieke nieuwe Range Rover uitgebracht. Dus ik zou vooral zeggen, check die ook even. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.